de 16 Akkeraad Boy uit Frankrijk. Met Tom Blok in de sulkie. Goed maken op de 7 Staartilly. De grote favoriet in het Steerskampioenschap van Nederland. Over 3800 meter, maar in 6 paarden vertrokken op die afstand. Met maar liefst 30.000 gulden aan prijzen. 5 paarden vertrokken op 3820 meter. En 3 Yankee Tornado, Leroy Broline en Accurate Boy. Wel, die vertrokken op 3840 meter. Op een loodzware baan van Duindicht. Waar we alweer de bocht in gaan met Staartilly, de Belgische favoriet. Met Geert Lanoy in de sulky, die aan de leiding gaat met Accurate Boy op de tweede plaats met nummer 16. Daarachter zien we dan de 12. En dat is First Class. Aan de binnenkant, als een sluitmoordenaar, is het Peter Stroper met Black Knotson. Daarachter zien we dan Ace of Diamonds. En daar komt de 10. En dat is Gasso Squatter met Ilke Kruis, de eigenaar. En die trekt hier dan voor de grote tribune van Duindicht. Met Zwart van de Mensen weer ten aanval. Driedik stormt hij naar de leiders toe. En strijkt neer op Staartilly, op Accurate Boy. En die Gasso Squatter die meldt zich dan in het derde spoor. Maar er komt een geweldige tempoversnelling van die Staartilly, van Accurate Boy. Op het ogenblik draaft die Fransman dan nog een beetje behoorlijk. Dat zal later... In de koers zal dat slechter worden. En als we dan weer de bocht in gaan, dan neemt Ilke Kruis zijn paard, de Gasso Squatter, terug. En brengt hem naar het tweede spoor om straks weer ten aanval te kunnen trekken. We zijn dan in de laatste ronde. We zijn nog 1000 meter van huis. Met Staartilly aan de leiding met nummer 7 met de 16 Accurate Boy op de tweede plaats. Derde ligt Gasso Squatter, dan First Class. Daar komt Ace of Diamonds met Aad Pols met nummer 5. En daarachter zit nog steeds in de wachtkamer het blauwe buis van Jos Oorthuizen met de nummer 9, White Wee. En dan passeren we de paal van de laatste 700 meter. En kijk eens hoe die 16 draaft. Het is typisch Frans. Een geweldige steer, hier een been, daar een been. Maar van voren kan je het amper meer draven noemen. En de jury had zeer veel clementie met hem als we de laatste bocht ingaan. En dan passeren we de paal van de laatste 500 meter. De rest van het veld is moe gestreden. Ace of Diamonds met de 5 en de 9 White Week. Die kunnen nog weerstand bieden. Ook aan de reling Gasso Squatter in de derde positie. Vooraan is het dan nog steeds Staartilly met Accurate Boy op de tweede plaats. Maar dan geeft Geert van Hoog gas en hij loopt gewoon weg bij de grootste steers van Nederland en van Frankrijk hier, die Accurate Boy. En dan is het Jos Oorthuizen die de 9, de Zweedse ruin White Week naar buiten voert. En die gaat ten aanval op Accurate Boy. Maar die Staartilly, die is te ver weg. Hij zal het kampioenschap van Nederland winnen in een kilometertijd van 1:21.7. Op de tweede plaats de 9 White Week. Derde weg 16 Accurate Boy. En op de vierde plaats de nummer 13 Kaboer met Willem Goedhart in de sulky. Het schitterend steerskampioenschap van Nederland. Met de grandioze winnaar, de Belg Staartilly.